Hallo allemaal. Aan de onderkant van de aardbol, dat is hier dus, ligt de Zuidpool. Een gebied dat eigenlijk van niemand is. Toch hebben nu meer dan 30 landen met elkaar afgesproken wat er met die Zuidpool moet gaan gebeuren. In een vergadering in Nieuw-Zeeland besloten ze om het gebied te ontginnen, dus allerlei grondstoffen uit de grond te halen. Dag allemaal. De strijd is beslist. De laatste man die je net zag, Michael Dukakis, zullen we waarschijnlijk vrij snel zijn vergeten. Maar die andere, George Bush, die komen we nog veel tegen, want hij is vannacht gekozen tot de nieuwe president van Amerika. Hallo allemaal. Speciale aandacht voor de ziekte AIDS. In heel veel landen werd vandaag voor de eerste keer de Wereld AIDS-dag gehouden. Van New York tot Parijs en van Rome tot Londen. Dag allemaal. Overal in het land is de politie de laatste tijd aan het actievoeren. Ze doen dat om te protesteren tegen de regering. Vandaag was het de beurt aan de politie van Amsterdam en Rotterdam om eens goed te laten zien hoe boos ze wel zijn. Nu is dat gif dus weer terug waar het vandaan kwam, Italië. En daar zijn ze nu nog steeds aan het onderzoeken wie nou eigenlijk schuldig is aan dat gesjoemel met al die vaten gif. Dag allemaal. Het nieuwe paspoort is er voorlopig nog niet. De regering wil niet meer dat de fabriek CAP doorgaat met het maken van de paspoorten. Want ze kunnen het niet goed genoeg. La la la. Hallo allemaal. Ja, het heerlijk avondje is gekomen. Pakjesavond. Blah, spannend. Ja, wij vieren hier bij het jeugdjournaal natuurlijk het op de zaak, zeg maar. Hè, want anders is er geen jeugdjournaal. Er is hier een pakje voor mij. Daar staat mijn naam op, dus zal ik eens even uitpakken. Dag allemaal. Een Nederlandse kinderfilm heeft in Berlijn de eerste prijs gewonnen van een belangrijk filmfestival. Mijn vader woont in Rio, heet de film. En de 9-jarige Wenneke speelt daarin een hoofdrol. Hallo allemaal. Kinderen in de Sovjetrepublieken Azerbeidzjan en Armenië zijn niet meer veilig. De regering van de Sovjet-Unie heeft nu gezegd, er mag niets met hen gebeuren en daarom moeten ze worden opgevangen in speciale centra. Dag allemaal. Een half uurtje geleden zijn ze vertrokken. De 33 Nederlandse militairen die voor een half jaar naar Namibië gaan. Hallo allemaal. Grote spanning tussen de Verenigde Staten en Libië. Vandaag hebben Amerikaanse straaljagers 2 Libische gevechtsvliegtuigen voor de kust van Libië neergeschoten. Dag allemaal. Bijna 35 jaar liet hij alle mensen in Paraguay naar zijn pijpen dansen. Dictator Alfredo Stroessner. Tegenstanders van hem in dit Zuid-Amerikaanse land dachten dat alleen de dood een eind kon maken aan zijn macht. Maar zolang hoefden ze niet te wachten. Stroessner werd vandaag door soldaten opgepakt en in de gevangenis gegooid. Hallo allemaal. Het komt vaker voor dan je zou denken dat leraren op basisscholen hun handen niet thuis kunnen houden. En dan wordt er niet bedoeld dat ze slaan, maar dat ze aan je zitten, dat ze je betasten. Ongewenste intimiteiten heet dat. Iedereen droomt wel eens van een heel bijzonder huis. Maar het blijft helaas dromen, want die huizen kom je in je eigen straat nooit tegen. Nou, nooit. Dat is niet helemaal waar. In Den Haag staan over 2 jaar 3 droomhuizen van 3 mensen die vanmiddag winnaars zijn geworden van de wedstrijd Teken je eigen droomhuis. Hallo allemaal. Heel Nederland is druk in de weer met de kerstinkopen. Kalkoenen, fassanten, cd's, boeken, kerstkransjes. Boodschappenkarretjes vol. In Amersfoort gingen vandaag 800 schoolkinderen ook de winkel in. Ze voeren actie om de slachtoffers van de aardbevingsramp in Armenië te helpen. Hallo allemaal. En heeft iemand vandaag nog rook in je gezicht geblazen? Als dat zo is, dan heeft hij zich er niets van aangetrokken dat het vandaag in Nederland niet rokendag was. De meeste kinderen haten al dat gerook trouwens. Nog een pakje voor mij. Even uitpakken, maar zo goed ingepakt. Paraplu. Nou, een beter cadeau kon Sinterklaas natuurlijk niet geven. Want het ziet eruit dat ik hem morgen meteen nodig heb. Het gaat namelijk regenen, het kan zelfs gaan hagelen. En tussen de buien door kan dan even de zon schijnen. Maar het wordt niet warmer dan 6 graden. En mocht je nog pakjes gaan uitpakken, veel plezier. Dag.